prachtig. En ik moet ook even aangeven, voor de tijd van het jaar met deze droogte zou je eigenlijk heel veel schurft verwachten. Ja, moet je kijken. Maar door de grond soort, zit het er nauwelijks op. Kijk, wat een prachtige aardappel. Mooi, hè? Die is echt schitterend. Ja, nou, daarom heet hij ook Vitabella, hè? Vitabella. We doen er nog eentje, hoor. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we in de kist, toch? Zal ik deze alvast in de kistje leggen? Ja, goed. Zijn het eigenlijk flinke eters daar in het Koninklijk Huis? Ja, die houden er geweldig van. Ik weet het natuurlijk niet. Toen ze hier op bezoek waren, toen hebben we het gehad over de aardappelen. Toen heb ik gemerkt dat ons koningspaar van aardappelen houdt. En toen hebben we ook gedacht, van eigenlijk zouden we de eerste aardappelen van de polder traditiegetrouw naar Wassenaar moeten brengen. En ik krijg elk jaar ook keurig een bedankbrief waarin de erkentelijkheid wordt weergegeven. Dus ja, ik ga ervan uit dat ze ervan houden. Nu is bekend dat u natuurlijk het Koninklijk Huis een warm hart toedraagt. Maar dat zal vast niet de enige reden zijn waarom ze dit kistje aardappelen krijgen. Nee, ik heb het zelf natuurlijk ook altijd gedaan. Ik ben niet bang dat zij verhongeren als ze de aardappelen van ons niet krijgen. Voor mij is het promotieoogpunt toch verreweg het belangrijkste. En wat die promotie van de aardappel uit de polder betreft, zit het met de Vitabella uit Marknesse wel goed. Volgens de teler van het ras zien de aardappels er namelijk mooi uit. Ze zijn goed gegroeid, er zit genoeg tal aan. Het aantal is goed, zeg maar, wat er aan een bos zit. En vooral, ze zijn heel erg lekker. Die gaat dus ook naar Wassenaar? Ja. Hoe vindt u dat? Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik toch wel een eer. Dus. En heeft u daar dan nog extra aandacht aan de aardappelen besteed of aan de plant, zodat het dan... Eigenlijk besteden we ieder jaar alle aandacht die nodig is aan de aardappelen. Dus eigenlijk zijn ze ieder jaar koningswaardig. Maar dit jaar is het wel bijzonder dat ze dan ook werkelijk naar het Koninklijk Huis toe gaan.